Uitrollen. Helemaal uitrollen? Ja. Helemaal? Nee. Ik ben begonnen met eigenlijk het idee toen wij de beschikking kregen over die mast, die dus in Brabant gesloopt is, van op één mast zowel 2 meter als 70 centimeter te kunnen gebruiken. Hebben we naar een constructie zitten zoeken om de antennearrays eigenlijk onafhankelijk te kunnen draaien. De uiteindelijke oplossing is daar is voor gekozen om een vrij dikke pijp als hoofdpijp te nemen waar de 2 meter antennes op zitten en daar doorheen met een bovenlager, een bronzen lager in de top van die dikke pijp een tweede pijp te steken en daar een rotor onder te zetten voor de 70 centimeter antennes. Nou, om dat hele spul te draaien heb je, je hebt één rotor eronder staan, er kan geen tweede rotor onder, je hebt geen holle rotor. Dus toen is gezocht naar een oplossing en de oplossing is geworden een tandwiel om die dikke pijp heen en de rotor opzij ernaast te zetten. Dat is uitgevoerd met roestvrijstalen ketting om het draaien in ieder geval mogelijk te maken, ook onder langdurige omstandigheden. De toppijp die is berekend met 4 antennes erin op 180 km per uur. Mijn naam is Ad Verginneke, ik ben voorzitter van de Dordtse Elektronica Club. En mijn roepletters zijn PA8 Alpha Delta. De DEC heeft toestemming van de gemeente om masten te plaatsen op het terrein hier. Dat is zelfs in de bestemmingsplannen geregeld. Er mocht oorspronkelijk een vijftal masten van een bepaalde hoogte geplaatst worden. En een aantal jaren geleden is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt. En toen zijn we ook met de gemeente in discussie gegaan over de materialen die wij zouden mogen plaatsen. We zijn toen in staat geweest het aantal masten te mogen uitbreiden. We hebben toen ook toestemming gekregen om de hoogte van de masten, om de masten te verhogen. Dat betekende dat we daarmee ook de kans kregen om de mast die we in Alphen hadden afgebroken hier te gaan plaatsen, in ieder geval voor een groot deel. De gemeente had in eerste instantie wat moeite met de nieuwe hoogte die wij voorstelden. We hebben toen ook gezegd van, moet je luisteren, het is onverantwoord om dit materiaal, dit professionele materiaal, in delen te gaan zagen. Dus we zitten vast aan lengtes van 12 meter en dat moet natuurlijk al gauw een keer of 4. Dus een metertje of 50 moet er toch wel in zitten. Uiteindelijk is de gemeente daarmee akkoord gegaan. En dat betekent dat de masten zoals ze nu staan, inclusief de nieuwe mast, officieel conform het bestemmingsplan hier mogen staan. Mochten er vertegenwoordigers van de gemeente komen om dit te controleren, zullen we ze altijd uitnodigen om even een meting te doen. Maar dan wel op eigen risico de mast in, uiteraard. Al enige jaren was er discussie op de DEC over hoe de mast opgebouwd zou moeten worden, wat erin geplaatst zou moeten worden en op welke wijze hij opgebouwd zou moeten worden. Uiteindelijk is het zo geweest dat het eerste deel met de hand is opgebouwd, de eerste helft zeg maar. Dat was enigszins nog te doen, ondanks het enorme gewicht van de delen. Het materiaal was overigens, ondanks de leeftijd van 10 tot 12 jaar, redelijk goed uit elkaar te halen. Dat betekent dat het redelijk makkelijk te verwerken was. Men heeft het eerste deel met de hand opgebouwd op een plaat, een nieuwe plaat die naast het clubgebouw is gelegd, gekoppeld aan de aarde. En die zou dan de oude 2 meter mast die achter het clubgebouw stond gaan vervangen.
bij het plaatsen van het laatste deel van de mast, het topdeel, is ook meteen de oude mast verwijderd. Dat is op een dusdanige manier gebeurd, en het is op het materiaal ook te zien, dat er weinig meer dan schroot is overgebleven uiteindelijk. Dat hij uit die tuien komt, hij hangt nou in de tuien van de nieuwe mast en dan moet hij nog een stukje omhoog. Oh ja, je zit met die kabel, hè? Ja, je ziet het waarschijnlijk zelf ook, maar je bent nou uit de tuien, hè? Oh, mijn mooie mast. Hij kan zo proberen waar natuurlijk het kantelpunt, het evenwichtspunt zit. Er zit zoveel boven. Nee, ik kan een zijsnijer hebben, want die kuien moet er los. Gaan we hijsen? Wat is er gebeuren? Hey, twee. Deze maar uit. Dat is een touw, oké. Zet de camera. Touwtje. Zullen we hem omhoog houden? Dan kan ik dat doen. Ja. Als je dan 45 graden 2 kilo meer. Ja. Kom maar, hij is maar door. In één keer door. Zo is het eerste deel geplaatst. Toen heeft het nog een ruime tijd geduurd voordat het tweede deel geplaatst is. Er is dus heel veel werk verricht om de constructie van de rotoren goed te krijgen. Er moesten twee antennegroepen inkomen voor 2 meter en voor 70 centimeter. Die moesten onafhankelijk van elkaar kunnen draaien. En dat betekent natuurlijk een goede constructie. We hadden vanuit het verleden ook de nodige ervaring met groepen antennes. Ooit hadden we 4 gestekte antennes in de vorm van een H staan. Maar daarvan was de windlast enorm en die is toch een aantal keer gesneuveld. Vandaar dat er ook extra aandacht is besteed dit keer aan de lagers die gebruikt zijn. En de manier waarop de constructie aan de mast is bevestigd. Camera loopt. Thank you.
Beetje afstoppen. Ietsje ijzer. Hij moet meer aftoppen hoor. Oh. Laat hem langzaam zakken. Ietsje zakken. Oh, ietsje omhoog. Ja, kom maar, zakken maar. Nee. Oh. Ietsje omhoog. Klein stukje. Oh. Ja, zakken maar. Mis. Ietsje omhoog. Langzaam zakken. Ja, zakken. Zakken maar. Ja. Ja. Oh ja. Stuk lengte. Ik heb er eerst een stuk afgehaald. Hebben we dat bandje doen? Ja, die is laatste bandje. Deze tuin zijn nog op de oude lengte, 1,60 meter. Denk helaas dat. Mochten we dat niet teruglaten. Moet vast uit. Nou, oh, dank je, heel lief. Echt leuk. Creatief met staan. Ja, pa, tijdelijk. Staan houden voor beginnen. Zo, en zo blijft hem nog vastzitten. Ja. Nee, de verschillende isolatoren natuurlijk. Ja, hallo Dennis. Nou, maar wel esthetisch een beetje veranderd zijn normaal. Andy? Ja. Yo. Kabels omlaag hoor. Zo, oh, dat is taai spul, hè? Ja, dat is taai spul. Even wachten. Zo, boutjes zat, mooie boutjes, spikspunt en nieuw. Het draait als een tierenlier.
Kijk, nou heb ik net dat je te zwaar bent. Nee, ik hoef niet aan te houden. Nee, dan... Hoger maken. Nee, is goed zo, joh. En dan moeten we dan onder nog eentje vast hebben, zeker. De bouw van de mast en het plaatsen van de antennes daarin was niet het sluitstuk van de vervanging van de oude 2 meter mast. Maar was eigenlijk het begin van een nieuw stukje toekomst voor de DEC. Nu 70 centimeter, 2 meter weer werken, zijn ook andere materialen in de mast verschenen. Zo zijn onze packet antennes geplaatst. En zo zijn er ook nieuwe projecten gestart waarbij onder andere van de hoogte gebruik gemaakt wordt om... op dit moment op 2,4 gigahertz met behulp van draadloos internetmateriaal een nieuw netwerk in Dordrecht op te bouwen. En dat is eigenlijk alleen maar mogelijk omdat we over de enorme hoogte van deze nieuwe mast de beschikking hebben. Dus niet alleen een kwestie van opbouwen en klaar, maar we blijven bezig met het uitbouwen van de mogelijkheden die we hierdoor hebben gekregen. Denk wel, maar kan wel rustig lopen. Ga maar boven hier zo. Ja, niet te strak kan, dan breekt hij af. Ja hoor. Oh man. Hoe weet je dat zo goed gaat? Als je begint te kraken, dan moet je stoppen. Krakken zo. Ik zie het, kan je het gewoon blijven. Nee, dat heb je toch niet. Je zou eigenlijk gewoon een kraaiennest moeten hebben hierboven, hè? We beginnen met een pijp van 140 mm doorsnee. Bij een wanddikte van 4 mm. En daar zit weer een dunnere pijp in en zo verjongen we de zaak om de hele zaak te... De pijp die staat ongesteund boven het lager van de mast, ongeveer een meter of 12. Dat staat ongetuid, vandaar dat we zo'n dikke pijp nodig hadden. Voor de rotor is gekozen voor een wormkast. Die wormkast die wordt aangedreven door een 48 volts motor met een professionele uitlezing. Nou, dat was het. Die wormkast die kan een kracht ontwikkelen van ongeveer 3.500 kilo. Die rotor die bleek te licht te zijn, dat was een Ham-4 rotor. En om die massa van die dikke pijp eigenlijk met de antennes dat zijn 10 meter 60 lang zijn die geloof ik, 4 stuks. En dat is nogal een moment om op gang te brengen en dat kan zo'n Ham-4 ook zelfs niet dan. Dat is te groot. Dus vandaar dat we toen gekozen hebben en... voor een professionele rotor. Dat is een losse vertragingskast en daar zit een opgeflenst gelijk de motor. En die wordt in Amerika veel gebruikt voor die gigantische antenneinstallaties waar ze zo'n driehoekmast als boom gebruiken. Nou, die onderste antennes is... Het zijn 17 hele met stonna's, alleen dan de longjager uitvoering. En daarboven zie jij een. Zie ik trouwens. Wat is het? 21 elementen. Even kijken. Ja, 4 keer 21 elementen voor 70. En daarboven staan een rondstraler.